Hallo, welkom allemaal bij deze webinar over het mentoraat van het Spinoza Lyceum. Leuk dat jullie kijken. En als je mee wilt doen met deze webinar, dat kan, dan kun je naar lessonup.app. Daar hoef je geen app voor te downloaden. Dat kun je gewoon in de adresbalk intikken. En je hoeft ook niet in te loggen. En dan ga je naar met de pincode 452786. Zo. We moesten net even iets voor het geluid fixen. En dat is nu gedaan. Maar leuk dat je kijkt. Nogmaals welkom. En ik zit hier gelukkig niet alleen. Ik heb een paar mentorleerlingen meegenomen. Nou, willen jullie even voorstellen? Ja, ik ben Elin en ik zit in 1 Atomeum 1. Ik ben Edsel, ik zit ook in 1 Atomeum 1. Hartstikke leuk. En Edsel en Elin gaan mij vandaag helpen om allerlei dingen te vertellen over de brugklas, over het Spinoza Lyceum, over het mentorschap, wat een mentor is. Nou, heel veel informatie. En jullie kunnen dus meedoen als je naar LessonUp gaat en de code intikt 452786. Zo, dan gaan we nu even kijken wie er allemaal mee gaan doen, want ik ben ook heel benieuwd met wie wij natuurlijk allemaal te maken hebben. Er doen inmiddels 4 mensen mee. Hartstikke leuk. Even kijken. En nou, doen jullie ook wel eens iets met LessonUp, Edsel en Elin? Jazeker, we gebruiken het heel vaak in Alex Kines en we gaan het deze periode ook in wiskunde doen. Nou, hartstikke leuk. Eens even kijken met hoeveel we inmiddels zijn. Oh. Er doen 4 mensen mee, hartstikke leuk. 5 doen er al mee. Nou, en misschien zijn het ook niet alleen leerlingen, want wij zijn heel benieuwd. Ben je een kind of een ouder of zitten jullie gezellig samen? En nou, heel apart natuurlijk dat jullie nu zo'n online open dag moeten meemaken door corona. Maar we zijn heel blij dat we het op deze manier kunnen doen. En we gaan gewoon zoveel mogelijk aan jullie vertellen. En aan het eind kun je ook misschien nog een vraag stellen. Dus nou, en eens even kijken. We wachten nog heel even op een antwoord. Misschien met hoeveel mensen we zijn. We zijn nu met ongeveer 6 mensen. En ik ga even kijken. Dat zijn 2 ouders, 2 mensen zitten gezellig samen en 1 kind. Hartstikke leuk. Nou, en ik ben ook heel benieuwd. Zitten jullie op een Daltonschool of zit uw zoon of dochter op een Daltonschool? En Elin, zat jij op een Daltonschool? Ja, ik zat op een Daltonschool en ja, dat is best fijn, want ja, je kent op zich de manier van werken ken je al. Maar ja, verder is alles ook wel gewoon nieuw. Met Dalton leren en zo. En ja, daar leggen we straks wat over uit. En Edsel, zat jij op een basisschool met Dalton? Ik zat niet op een Daltonschool, dus ik ben heel blij dat ik hier ben gekomen. Eerst vond ik het een beetje lastig, maar je wordt natuurlijk heel goed geholpen. Dus het gaat goed. Ja, want het is zo ongeveer dat de helft, net als hier, van een basisschool met Dalton komt. Een Dalton basisschool. En als je dus niet van een Dalton basisschool komt, is dat ook helemaal niet erg. Want je leert het heel snel. En alle gewone basisscholen die doen ook al vaak een weektaak of allerlei dingen. Dalton dingetjes. Dus daar kan je heel snel aan wennen. Nou, hier zijn er 5 mensen, leerlingen of een kind zit niet op een Dalton school. 1 wel. Nou, dat is dus hartstikke leuk. En op de basisschool heb je natuurlijk je juf of je meester. Maar naar wie ga je nou voor hulp op de middelbare school? Je klasgenootjes, je mini-mentoren of je mentor? Nou, wat zijn eigenlijk mini-mentoren, Elin? Dat zijn soort van mensen uit 5 VWO, 4 HAVO of 3 MAVO. En ja, die helpen de mentor gewoon met dingen, met activiteiten of met dingen uit te leggen. Dus ja, dat. Ja. En die zijn er de eerste periode vooral ook heel erg om je de weg te wijzen. En alle vragen die je hebt, die kun je natuurlijk ook aan je mentor stellen. En de mini-mentoren zijn een beetje extra hulp. En die zie je ook in de kantines.
die gaan ook mee op kamp en die doen mee met activiteiten. En Kerst en Sinterklaas zijn ze erbij. En je mentor, dat is dus iemand die net als nu juf of meester is. En dan kan je altijd naartoe voor hulp. Nou, ga even naar de volgende. Ja, je kan natuurlijk ook naar de mini-mentoren en je mentor, dat is hartstikke goed. Wat is niet waar tijdens een Daltonuur? Nou, we gaan eerst eens vragen, Edse, wat is eigenlijk een Daltonuur? Een Daltonuur is eigenlijk, je hebt dus een rooster met allemaal vakken die je gaat doen, maar je hebt 1 of 2 keer per dag heb je ook een Daltonuur. Daar kan je aan je huiswerk gaan doen, of je kan je huiswerk maken, kan je ook van toets leren, dat is eigenlijk heel handig. En je kan ook vragen aan leraren. Ja, en wat denk je, wat mag je nou niet, wat is niet waar tijdens een Daltonuur? Wat zou je niet, je kan zowel samen als in stilte werken. Kan een docent jou extra helpen? Of mag je doen wat je wilt? Wat denk je is niet waar? En Elin, dat Daltonuur, wat vind jij daar fijn aan? Ja, ik vind het heel leuk, want ja, als je ook vrienden in andere klas hebt, dan kan je dus met diegene ook afspreken om dan samen in hetzelfde Daltonuur te gaan zitten. En dat is heel fijn. En je kan ook bij een Daltonuur kiezen wat je wil. Van je hebt flex, dan mag je in dat Daltonuur aan alle vakken werken. En je hebt vak Dalton, dan moet je aan het vak werken waar je hebt ingeschreven. En je hebt ook nog stilte Dalton. En als je je daar inschrijft, dan ja, daar moet iedereen gewoon stil zijn. Ja, en het Daltonuur is echt wel iets heel bijzonders van het Spinoza-systeem. Want omdat we juist in het Daltonuur in een normaal schooljaar allemaal door elkaar zitten, met verschillende jaarlagen, dus van de eerste, tweede klasse, derde klasse en nog hoger, maar ook verschillende niveaus, dus MAVO, HAVO en VWO, ontmoet je ook heel veel verschillende kinderen. Heb je elkaar al een keer gezien. En dat creëert er echt een hele veilige sfeer in de school. Dat is echt iets van het Spinoza. Eens kijken wat jullie dachten. Mag je doen wat je wilt? Is inderdaad niet waar. Je moet wel natuurlijk iets voor school doen. Dus je mag daar niet een uurtje zitten chillen of zitten gamen. Echt wel schoolwerk. Dat vragen we ook aan het begin van het uur. Wat is jouw doel voor dit Daltonuur? En dat probeer je dan ook te halen. Nou. En dan gaan we nu allerlei dingen spreken die we in een mentorles doen. Want zoals je ziet, bij deze sleepvraag allerlei dingen die je in de les, mentorles kan doen. Elkaar leren kennen, de school leren kennen, digitaal je weg vinden, studievaardigheid. En we gaan gewoon eens even kijken wat staat er allemaal bij. Planda invullen. Edse, wat is eigenlijk een planda? Een planda is eigenlijk een agenda, maar het is heel handiger en heel fijn. Want met een agenda plan je eigenlijk dingen wanneer je wat gaat doen. Maar met een planda, dan kan je ook zeggen wanneer je iets gaat doen. Dat is veel handig. Je kan ook zeggen welk vak je gaat doen en wat dan leren of niet leren is of te maken is. Ja. En dat is heel handig en heel georganiseerd. En daarom vind ik plannen ook niet fijn. Heel goed. En in het studieuur gaan we dan ook oefenen met hoe je die planda kunt gebruiken. In het onderste gedeelte kun je daar echt ook gaan plannen. En boven is het net als een gewone agenda. Hoe werkt een Chromebook? Want we werken vanaf dit jaar ook allemaal met Chromebooks. Hoe vind jij het werken met de Chromebook, Elin? Ja, ik vind het echt super fijn. Want nou, je hebt nog steeds ook wel boeken. Maar ja, een laptop is echt heel fijn om op te werken. Daar staan ook al je boeken op. En als je daar bijvoorbeeld een opdracht maakt, dan zie je ook meteen wat je fout hebt gedaan. Ja, en wat je dan dus kan verbeteren. Ja, dus dat vind ik heel fijn om mee te werken. Ja. Nou, en wat staat er nog meer? Magister leren kennen. Magister, Edse, wat is het eigenlijk? Magister is eigenlijk een plek waar je in kan schrijven voor Dalton. Het is een plek dat je ziet waar je rooster ziet. Je ziet daar ook je cijfers, hoe goed je iets hebt gedaan. Je kan ook huiswerk zien en zo, dat is ook heel fijn. Ja, en een Daltontaak. Elin, wat is een Daltontaak? Ja, dat is een soort van een vak kan een Daltontaak geven. Dat is een opdracht. En ja, die moet je dan gaan uitvoeren in je eentje of met de tweeën.
dan ga je die inleveren en ja, daar krijg je een cijfer voor. Maar dat is vaak een hele leuke opdracht. Bijvoorbeeld met aardrijkskunde moesten we een eiland maken met schaal en zo en een legenda. Dus ja, dat zijn vaak een hele leuke opdrachten. Ja, hartstikke leuk. En leren, dat is ook iets, dat is een mentor of studie in een studieuur wat we doen van allerlei tips hoe je nou goed voor een toets kunt leren of hoe je nou woordjes bijvoorbeeld kunt leren en hoe je dat aanpakt, hoe je dat plant. Ik ben benieuwd, de sleepvraag is nog niet door iedereen helemaal ingevuld, maar dat is ook niet erg. Het gaat erom dat je ziet wat voor verschillende dingen we allemaal in een mentorles doen en wat, ja, wat je dus allemaal gaat leren op de middelbare school. We gaan even naar het goede antwoord. Nou, klassen uit je brugklaskamp en namen leren, dat hoort natuurlijk bij elkaar leren kennen. En de school leren kennen. Wat is een Dalton-taak en het rooster bespreken? Daar komen we zo ook nog op. Digitaal werken, dat is heel belangrijk natuurlijk in deze tijd helemaal. En studievaardigheid, planda invullen, leren en leren plannen. Hartstikke goed, Pilar en Daan. En als je natuurlijk niet helemaal goed had, dat maakt ook helemaal niet uit. Het is hartstikke leuk dat je in ieder geval meedoet. En wij hebben hier de digitale omgeving voor de leerlingen. Deze digitale omgeving, deze online werkplek, van daaruit kun je alles eigenlijk vinden. Als je hier op school bent, dan gaan we alles rustig bekijken en hoe je dat moet doen en hoe je dat moet vinden. Maar je ziet al dat je je mail kunt vinden, je schoolmail, een agenda, docs, roosters, roosterinformatie, magister en classroom. Dat is wat we nu vooral gebruiken in de online lessen en waar je ook opdrachten in kunt leveren. Cool, daar staan je boeken en nog veel meer. Nou, dat leer je allemaal als je hier op school zit en dat gaan we dan rustig bekijken. Maar één ding wil ik wel vast laten zien. Dat is een rooster van de eerste periode. Zoals het eruit zou kunnen zien. Elin, zou je eens kunnen vertellen hoe zo'n rooster werkt? Ja, je ziet hier bij het eerste uur. Dan heb je Nederlands. En daarachter staat de docent. En de lessen duren hier 50 minuten. En het duurt zo tot ongeveer 3 uur. En je hebt dus altijd het vierde uur heb je Dalton. En soms, als het een wat langere dag is, heb je nog een uur Dalton. En ja, dat is heel fijn, want dan kan je dus altijd huiswerk maken. Ja, en het kan dus zo zijn dat als je echt goed plant en in die Dalton-uren lekker werkt, dat je dan helemaal geen werk thuis meer hoeft te doen. Maar meestal in het begin is het wel dat je thuis nog wat huiswerk hebt. Hoe is dat bij jullie, Edse? In het begin? Nou, in het begin was het heel fijn, want je hoeft natuurlijk heel weinig, helemaal geen huiswerk te doen thuis. En je kan ook bij dat ook vragen stellen, dus ja, dat is heel fijn. Ik kan het nauwelijks huiswerk. En Elin, heb jij nog veel te doen thuis vaak? Ja, nou, nu met online wel, want ja, nu hebben we geen Dalton-uren meer. Maar ja, met Dalton-uren kan je dus gewoon huiswerk maken, waardoor je thuis echt gewoon veel minder hebt. Dus ja, dat is heel fijn. Ja, nou en dan heb ik hier nog voor jullie een paar foto's van een aantal leuke activiteiten die we in de brugklas doen. Normaal gesproken gaan we natuurlijk op brugklaskamp in het begin van het jaar. Jammer genoeg, ik kon het dit jaar niet doorgaan vanwege corona. Dat is echt balen voor ook onze klas en Edson en Elin die hier natuurlijk zitten. Maar je ziet, ja, het is altijd een heel leuke, gezellig, sportieve gebeurtenis. Aan het begin van het schooljaar, zodat je elkaar echt leert kennen. Want dat vinden we heel belangrijk, dat je je veilig voelt bij ons op school en dat je in een gezellige klas terechtkomt. En we doen ook vaak dat we in het begin heel erg ook husselen, de groepjes, dat je echt met al je klasgenootjes in contact komt. En het brugklaskamp is er natuurlijk ook heel erg handig bij, om lekker elkaar te leren kennen. En we gaan er gewoon vanuit dat het volgend schooljaar, als jullie misschien hier op school komen, op kamp gaan. Laten we het hopen. We blijven positief. En er zijn ook Dalton specials in een normaal schooljaar zonder corona. En dat is bijvoorbeeld brugklas dans, brugklas musical. Maar goed nieuws ook voor de kinderen die hier zitten.
dit jaar kon het niet doorgaan vanwege corona. Maar je hebt in de hogere jaren heb je ook dans en een musical op echt zeer hoog niveau. Hartstikke mooi. En daarvoor kun je auditie doen. En als je liever op de achter de schermen werkt, hebben we ook een decorploeg en een techniekploeg. Die nu ook heel erg druk bezig is om deze open dagen tot een succes te maken. Dus je kunt hier op school van allerlei specials doen of speciale dingen naast de lessen. Dat is niet verplicht. Dat is tijdens een Daltonuur vaak waar je voor kunt inschrijven. En soms ook na schooltijd. Dus alleen als je dat leuk vindt en als je daar interesse in hebt. We hebben ook topscoren. Dat is na schooltijd. Dan kun je kiezen uit 4 sporten. En er zijn nog veel meer leuke Dalton specials en activiteiten hier op school. Hier zie je een voorbeeld van een oefensessie in ons mooie theater. Je ziet ook een conciërge achter de piano zitten. Die zijn hier van alle markten thuis. En ik denk deze leerlingen zijn aan het oefenen voor een open podium wat we bijvoorbeeld hebben. En Muziek Plus, dat hebben we ook. Als je het leuk vindt om muziek te maken of te zingen, kun je opgeven voor de Muziek Plus klassen. Ook daarvoor moet je auditie doen. En als je daarvoor uit wordt gekozen, dan heb je een apart vak, Muziek Plus. Dan ga je met verschillende kinderen uit verschillende klassen 2 lessen per week muziek maken en allerlei opdrachten uitvoeren. En nu zie je onze mooie mediatheek. Elin, wat kun je allemaal doen in de mediatheek? Ja, in de mediatheek daar kan je voor Dalton ook inschrijven, maar je gaat daar gewoon werken. En het is er ook stil, dus echt heel fijn. Dat kan je gewoon rustig huiswerk maken of voor toets leren. Ja. Ja, en er staan ook heel veel computers, dus je ziet dat nu niet, maar die zijn daar ook. En je kunt zelfs boeken lenen. De mediatheek is een hele fijne werkplek in de school. Hier zie je ons schoolplein. We hebben een binnenplein en we hebben een voorschoolplein. Het binnenplein, dat grenst ook aan de kantine. Als het lekker weer is, kun je lekker buiten voetballen of je broodje eten of op die bankje zitten. En er staat een tafeltennistafel. En het is sowieso een hele fijne, lichte school, omdat er grote ramen zijn. En aan één kant lokalen, aan de andere kant ramen bij alle gangen. En dan geeft dat heel veel licht en ruimte. Hoe vinden jullie het eigenlijk, onze school, Etse, qua gebouw? Ja, het is een heel mooi gebouw. Het schoolplein is ook heel leuk. Je kan overal zitten, er is een pingpong tafel. Het is heel leuk. Ook de buitenplek zijn ook heel veel fietsstallen. Daar kan je ook heel fijn fiets parkeren. Dat is ook wel fijn als je op daar een garage voor. En ik vind het gebouw ook gewoon heel mooi. En het is heel fijn om daar lessen te hebben. Dat is ook heel mooi. Ja, nou, ik vind zelf ook een hele fijne ruimte om les te geven. Wij zitten nu in het aardrijkskundelokaal, want ik ben ook aardrijkskundedocent naast mentor. En dat is ook, zijn echt hele fijne grote lokalen. We hopen natuurlijk dat je snel echt hier een kijkje kunt nemen. Dan ben ik benieuwd of jullie misschien nog een vraag hebben over de brugklas of iets uit deze presentatie. Dan kun je die nu zelf intikken. We zijn niet met heel veel, dus ik kan vast een paar vragen die jullie hebben beantwoorden samen met Etse en Elin. Dus ik ben benieuwd of iemand een vraag heeft. En anders ga ik in ieder geval nog even door met vragen stellen aan Elin en Etse. Want ik ben heel benieuwd, hoe was jullie eerste schooldag, Elin? Ja, nou, het is natuurlijk best wel heel spannend, want ja, je kent niemand. Nou, misschien een paar klasgenoten van je basisschool. Maar ja, verder ken je niemand. En ja, alle kinderen zijn veel groter dan jij. Maar het is echt super leuk en je wordt ook super goed begeleid erin. En hoe alles werkt. En bijvoorbeeld welke lokalen waar zijn. Dat is ook een heel makkelijk iets. Gewoon als het eerste cijfer, bijvoorbeeld het is een 1, dan is dat de eerste etage. En ja, zo kan je de lokalen heel makkelijk vinden. Ja, en hoe was jouw eerste schooldag, Etse? Ja, natuurlijk super spannend, omdat het is een heel groot school met allemaal kinderen ouder. En natuurlijk super spannend, maar we worden wel gelijk bij je heen, dus heel fijn. Dus zodra ik in het klaslokaal was, vond ik het wel super leuk.
Nou, hartstikke leuk. En we gaan zo direct nog even doorvragen, maar we hebben al een paar vragen van kinderen thuis. Pilar, meisje, Elin, wat was jouw eerste indruk van deze school? Elin, dat is een vraag aan jou. Ja, nou, ik vond het echt een superleuke sfeer en zo. En ja, ook bij mij gingen twee vriendinnen van tennis gingen ook mee, dus dat vond ik ook heel leuk en ja. Superleuke vraag ook, Pilar. En nou, weten we weer iets meer. Tigo, kun je hier snel vrienden maken? Hoe gaat het als je van VMBO... Dat zijn twee. Eerst gaan we... Kun je snel vrienden maken? Edse, hoe heb jij dat ervaren? Jazeker. Je krijgt ook heel veel introductie, mentoruren, dat je elkaar gaat leren kennen. En met dat uren kan je elkaar ook leren kennen en ook in de pauze. Dus ja, je kan heel snel vrienden maken. Dus ook iedereen heeft ook een klasgroepje. Dat is altijd heel gezellig. Ja, en het leuke is ook, wat ik al eerder zei, dat je door elkaar zit met verschillende niveaus. En dat je dus, als je in het Daltonuur ook andere mensen ziet, misschien wel met dezelfde interesses als jij, dat je ook buiten je klas vrienden kan maken en bij bijvoorbeeld een musical groepje terechtkomt, of bij de techniek of andere dingen. Dus dat is eigenlijk wel heel, heel leuk bij ons op school. Hoe gaat het als je van VMBO-T naar HAVO wil? Dat zegt Tigo. Nou, als je van VMBO-T naar HAVO wil, dan kom je, als je een VMBO-T-advies hebt, kom je in VMBO-T klas terecht. En dan ga je gewoon zo goed mogelijk proberen te werken. En als je dan een aantal compensatiepunten hebt, daar hebben wij allerlei overgangsreglementen voor, dan kunnen wij als docenten zeggen van nou, wij denken dat jij naar de HAVO kan. Dus dat ga ik nu niet al te diep op in, maar als je voor de vakken zeg maar hogere cijfers haalt, dan kun je waarschijnlijk naar de HAVO. Dus dat is zeker mogelijk, Tigo. Mette, is VWO en Atheneum hetzelfde? Elin, weet jij dat? Ja, nou, je hebt VWO en dan heb je Atheneum en Gymnasium. Atheneum zijn gewoon de normale vakken die ja, iedereen heeft. Maar bij Gymnasium zit er ook nog Latijn en Grieks bij. Maar VWO is er van... heeft dus twee delen, Atheneum en Gymnasium. En dan kan je zelf kiezen wat je wil. Ja, heel goed. En wat als je niet overgaat in de eerste? Nou, Pilar, in principe ga je altijd over. We hebben een afspraak dat je in de eerste klas in principe niet blijft zitten. Je zou wel naar een ander niveau kunnen gaan. Bijvoorbeeld naar een niveautje hoger of een niveautje lager, als dat mogelijk is. Maar soms, we kijken ook heel erg naar jouzelf, naar het kind en naar allerlei omstandigheden. En soms kan er wel eens op uit dat er iemand misschien het jaartje over moet doen. Maar in principe ga je altijd naar de tweede klas. Maar het niveau kan nog verschillen. Ook weer een goede vraag. Zijn er nog andere vragen? Ik zie nu even niks verschijnen. Ik ga gewoon dan nog even vraag stellen aan Edse en Elin, want... Konden jullie de weg goed vinden hier op school? Want het is natuurlijk best wel een hele grote school. Want er zitten hier 1300 leerlingen. Kon je de weg goed vinden in het begin? Ja, het is natuurlijk de eerste dag natuurlijk altijd van hand. Maar daarna, het is heel georganiseerd. Bijvoorbeeld de eerste verdieping, ja, die is dus nummer 1. En ook, dit is bijvoorbeeld lokaal 201. En dan daarnaast lokaal 202. Zo gaat het heel door. Dus het is heel makkelijk en heel fijn. Dus ik ben heel blij met... Was je snel, hoe snel kon je het ongeveer allemaal wel vinden? Hoe lang duurde dat ongeveer? Nou, het was eigenlijk niet zo moeilijk, want je mag gisteren ook naar de lokale nieuws. En als het niet ging, kon je het natuurlijk altijd aan de docent vragen. Ja, je kan natuurlijk altijd vragen, ook aan de mini-mentoren of de ouderejaars. Nou, en wat, Elin, vind jij nou het leukste aan de middelbare school? Nou, ik vind het heel leuk dat je een soort van wisselt van lokale en dus ook van vakken. Want ja, soms vind je iets gewoon wat minder interessant. En ja, dan ga je na 50 minuten ga je naar een ander vak. En ja, ja, dat is echt super leuk. En ik vind het Daltonuren ook echt super leuk. Want stel je voor, je wil wat meer sporten, dan kan je ook naar gym. Maar dat moet je dan natuurlijk niet te vaak doen, want anders begin je achter te lopen met je huiswerk. Ja, precies. Ja, want als je elke dag in Dalton naar gym gaat, dan heb je misschien thuis wel heel veel maakwerk te doen, wat jij zegt.
Dus dat is ook waar een mentor bij helpt, dat je de juiste keuzes maakt. Nou, en hebben jullie misschien een tip voor de nieuwe brugklassers? Edse, kan jij iets bedenken? Nou, ik zou gewoon heel veel plezier hebben, want het is natuurlijk heel spannend, maar je moet ook wel hebben, want het is opeens een nieuwe school. Dus ik vond het ook heel leuk en ik ben er ook blij mee dat ik het heel leuk vind. En ik denk dat de rest van de klas daar wel mee is. En heb jij nog een tip, Elin? Ja, gewoon wat Edse zegt. Gewoon lekker plezier maken, vrienden maken. Want ja, dat is ook super gezellig. Zeker. Nou, en jullie zijn al op de helft van de brugklas. Elin en Edse, die hebben jullie al overleefd. En het gaat hartstikke goed. Dus super leuk om te zien. Nou, ik ga even naar nog een laatste vraag voor jullie. Want het is alweer bijna tijd om deze webinar te eindigen. En hierna kun je ook nog een live panel volgen. Om 5:00 tot 5:30 kun je nog allerlei vragen stellen in de chat. Live chatten met leerlingen, met medewerkers. En tot 5:30 kun je dus nog heel veel informatie vinden over onze leuke school. Maar waar heb jij nou het meeste zin in? Alle verschillende vakken. Hier is natuurlijk niet iets fout of goed. Maar waar heb jij nou het meeste zin in? Huiswerk en leuke Dalton-taken, nieuwe vrienden maken, les krijgen van meer docenten, meer zelf de baas zijn over mijn eigen leren. Nou, dat is mooi verspreid. Ja, het is natuurlijk allemaal leuk, maar er komt heel veel nieuws op je af en geniet er vooral van. En nou, we hopen jullie natuurlijk te zien. Dus ik zeg alvast, wie weet, tot ziens en heel erg bedankt voor het kijken. En nog, misschien zien jullie nog op de live webinar, kun je nog vragen stellen. Nog een 30 minuten heb je de tijd om van alles te bekijken. Elin en Edse, hartstikke bedankt. Leuk dat jullie me wilden helpen en ik hoop dat jullie al je vragen of veel vragen beantwoord hebben gezien. Dag!